vluchtsimulator. Want een F-16 is wel wat anders dan een Boeing 747, waar Visser normaal mee vliegt. En dan kan de luchtdoop in de F-16 beginnen. Samen met zijn vlieger gaat Visser over zijn geboorteplaats Haastrecht en Arnhem naar Duitsland, waar hij een schijnaanval op een kazerne uitvoert. Na ruim een uur keert de tweezitter terug op de basis. Fantastisch. Ja? Was het schitterend. Na zijn vakantie vliegt Leo Visser gewoon weer op zijn vertrouwde Boeing. Ja.